Het is vrij koud op dit moment in Nederland, maar de temperaturen gaan dit paasweekeinde nog verder naar beneden. En vanaf tweede paasdag moeten we rekening houden met sneeuwval. Nee, het zijn geen bloesemblaadjes die voorbij dwarrelen de komende dagen. Nee, het zijn echte sneeuwvlokken die vanaf maandag worden verwacht. Wat dat betreft heeft de winter echt nog even een toetje voor ons in petto. Op dit moment ligt er een hoge drukgebied ten westen van Schotland en Ierland. Daaromheen een noordwestenwind, waarmee toch al vrij frisse lucht wordt aangevoerd. Maar de situatie gaat toch wel wat veranderen. Het hoge drukgebied trekt zich wat terug de oceaan op. Laagdruk schuift richting Scandinavië. Er komt een noordelijke stroming te staan. Daarmee wordt koude lucht aangevoerd, ook tot over onze omgeving. En dat gaan we dus in de loop van het paasweekeinde merken. De lucht wordt ook vochtiger, dus er gaat neerslag vallen. Maar al heel snel krijgt die neerslag een wind. Karakter. Vandaag deze zaterdag verloopt gewoon nog overal droog in Nederland. Met een mix van wolkenvelden en zonnige momenten. Temperatuur in het binnenland 10 tot 12 graden. Een koude noordwestenwind zorgt ervoor dat het op de stranden allemaal net wat frisser is. Komende nacht zwakt de wind wat af en bij opklaring in het binnenland kan de temperatuur lokaal dalen tot in de buurt van het vriespunt. Op de meeste plaatsen is het net even wat minder koud onder de hardnekkige wolkenvelden. En ook morgen, een mix van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Overwegend droog, want in het noordoosten zou lokaal een spetterbuitje kunnen vallen. En daarbij wordt het in de middag een graad of 10. Nou, maandagochtend is dan die koude lucht gearriveerd. In de late nacht valt er regen op een koufront dat vanuit het noordwesten passeert. En dus via Limburg ons land verlaat. Daarachter komen dan al vrij snel die winterse buien opzetten. En er staat erbij ook nog eens een vlagerige noordwestenwind. En die winterse buien blijven voorlopig doorgaan. Niet alleen op maandag, maar ook op dinsdag. En misschien dat ze soms wel eens eventjes samenklonteren tot een flinke buiencluster. Dat betekent maandag echt wel af en toe wat zonneschijn, maar ook dus een aantal winterse buien met hagel, natte sneeuw en een klap onweer. De temperatuur komt op maximaal een graad of zes uit. En ook dinsdag en woensdag is het guur. Later in de week gaat voorzichtig de temperatuur omhoog en dan valt er vooral wat regen.